Hoe gaat het met je corona? Of de allerbuitenste corona? Voel je je daar sterk in? Of heb je zoiets van, geef mij maar een vaccinatie. Laat ze me mijn rode bloedcellen maar aanvallen. Zodat die niet gekristalliseerd kunnen worden. Ik ben niet echt met de Q-dingen. Maar een woord met één uitroepteken. Dat was toch gewoon één spatie? Maar wanneer er together gezegd wordt, met één spatie erachter, jaar geleden, gaan mensen er together, Hillary pakken, van maken. Dus in één keer drie, terwijl er maar één uitroepteken stond. Omdat Trump zei, together we will survive this corona. En daarmee had hij het over zichzelf en zijn vrouw. De toch. Dat is kleding, clothes, en de ether, okay, dat is de lucht, dat is de adem, de air die je inbrijzelt, zeg maar. De ether werd tot aan het begin van de 20e eeuw gezien als een stoffelijke medium dat voorplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte. Uiteindelijk kreeg je Christian Huygens, had in de 17e eeuw reeds vastgesteld dat licht interferentie vertoont en dus een golfverschijning of trilling is. Interferentie werd goed begrepen bij geluid, een golf in de lucht, of bij golven in het wateroppervlak. Het ligt dan voor de hand dat men zich dan afvraagt wat er ingolft. In magnetische wereldbeeld heeft een trilling immers een veerkrachtmedium nodig om zich te verplaatsen. Dit medium wordt aether of ether genoemd. Men kende deze tussenstof eigenschappen toe als veerkracht, elasticiteit en absolute rust, de stilstand. De ether drong door alle stoffen heen en vulde de ruimte tussen de atomen. De realiteitstheorie van Einstein toonde aan dat de ether niet bestond. Ja, de man heeft wel meer dingen gezegd. Ik denk dat we nu toch wel kunnen zeggen dat de ether, dat wel iets is wat bestaat. En dat Einstein wel meer dingen, die is ook tot realisatie moeten komen. Dat jouw bewustzijn en jouw observatie, de uitslag van dat wat jij observeert, beïnvloedt. En daar zit de ether tussen en jouw bewustzijn, die zit daaraan vastgekoppeld. Denk echt dan, die corona die om jou heen zit, die wil naar binnen toe nu. Al jouw auravelden, jouw hart, aura, de chakra is zo groot. Dus kan je nagaan, daaromheen zit jouw ziel nog, jouw corona. Dat wil alles mee naar binnen toe trekken. Daarom moet je gewoon met je hart zijn, dat is de grootste. Dan ben je gewoon met je liefde en met je mededogen. Op die manier kan je deze hogere energie en dat licht, kan je binnenkrijgen. En is het echt, je moet die ether, moet je echt aantrekken alsof het een jasje is. En naar boven komen. Mensen die zijn echt zo alles maar geloven en overal maar in meegaan. En daardoor in de bang en in de angst hangen. Terwijl, als je zelf onderzoeken gaat doen naar energie, wat voor jou dan corona is, dan ga je toch geen vaccinatie nemen? Dan snap je toch gewoon dat we door een evolutie gaan nu? Dan snap je toch gewoon dat er een curtain is lifted ofzo. Alsof de Matrix. Jij kan vrijkomen uit de Matrix en zorgen dat je niet in die nieuwe terechtkomt. Ja, daarvoor is de opposition en de overheid iedereen aan het gek maken. Willen ze je zelfs een vaccinatie geven, zodat jij die ether niet als kleding om je lichaam kan aantrekken?